voor DVS TV. Stel je maar voor. Hi, ik ben Piotr. Ik ben 24 jaar oud, keeper, uit Polen. Uit Polen? Ja, uit Polen. Ja, ja. En waar ben je begonnen met voetballen? Ja, ik heb in Polen met voetbal begonnen. En heb ik ook ervaren in Spanje, in Duitsland. En ook, ja, klaar. In Polen, in Nederland, in volgende seizoen heb ik in Tekstil gespeeld. Ja, Tekstil. Ja. Ja, hey, en altijd gekiept? Ja, altijd gekiept. Ja, zoals ben ik 8 jaar oud. Ik ben ik was een voetbal, een stoemer, een striker, ja. Ja, ja, want we hebben hier hele goede voetballende keepers, hè? Ja, klaar. Daar, die kan voetballen als een idioot, hè? Ja, klaar. Dus. Daar kun je nog veel van leren, of niet? Kun je herhalen? Kun je veel van leren? Voetballend. Nog. Van Daan Huiskamp. You can learn van Daan. Ja, ik denk dat Daan is een ervaren keeper. Ja. So van hem kan ik veel leren, maar ook ik denk dat Daan kan van mij ook een beetje leren. Ja. En also playing football. Ik denk ik kan goed kicken. Ja, en ik kan goed voetballen. Ja. vind je het leuk hier? Leuk? Ja, ik ben gelukkig hier. Ik ben tevreden. Ik woon ook hier in Ermelo. En ik ben hier bedankt voor Basil Camara. Ja. Edmond had met mij contact opgenomen en ben ik hier. En Basil die zei van daar heeft DVS een goede keeper aan. Klopt dat? Klaar. Dat klopt. Dat is een waarheid. Dat is een waarheid. Dat is very true. Yeah. Hey, en heb je ook wel in de basis gestaan bij Tech of was je over het algemeen tweede keeper? Ja, ik was tweede keeper, maar ik ben erg laat naar Tech gekomen. Ja. Ik was in februari eerst zum training. Ja, en was 4 maanden in Tech alleen. So, ik heb een beetje gespeeld, maar niet zoveel. Maar daarvoor wel heel veel gekiept in Spanje. Ja, in Spanje. Ik was altijd eerste keeper. Lekker warm ook in Spanje. Hè? Oh, krijg je als doelman, want hier in Nederland van de winter krijg je koud als doelman. Ik denk in Polen is nog... Nog kouder. Meer koud, ja klaar. So, is de winter is oké, okay, is niet zo slecht. Ik kom Noordoosten Polen, zo so is meer koud als hier, dan hier. Yeah. Waar ben je geboren in Polen? Białystok is 50 kilometer... Van de grens de Wit-Rusland. Ja, ja. Ja, zo, Noordoosten. Ja. Oh, daar. Oh, ja, ja, ja. En daar nu waarschijnlijk veel vluchtelingen uit Oekraïne? Niet zoveel. Veel de Belarus ook, ja. Ja. Generaal in Polen, nu hebben we veel vluchtelingen uit Oekraïne, ja. Ja. We hebben veel, maar wegen de oorlog, ja. Dat is wel mooi. Dat is wel een goede zaak, hè? Ja, ik denk dat de Polen gaat goed gedaan. Ja, als ik die speler van Manchester City, weet je, die middenvelder van Manchester City, die Oekraïense speler. De Zinchenko, tranen in zijn ogen. Tsirkinski of zo, weet ik het. Ja, daar krijg ik ook bijna tranen van in mijn ogen. Ja. Ja. Ja, erg, hè? Ja. Ja. Zo slecht. Ik kan niet meer zeggen dat ik hoop dat alles bent. Erg, ja. Niet zo lang. Ja, precies. Hey, ben je hier goed opgevangen? Ja, denk ik wel. Ja, u denkt, waarom niet? Ja. Ja, maar dat komt ook door jezelf, want je staat helemaal open voor iedereen. Ik probeer ook te zijn. Klaar, mijn Nederlands is niet zo perfect. Ik probeer altijd nog beter te zijn. Yes. Want ik denk dat ik heb een beetje nog meer tijd te beter spreken, maar... Geef me tijd, ja. Het gaat echt fantastisch. Echt waar. Bedankt, ja. Ik ben eigenlijk vier maanden, dus ik moet nog beter zijn. We kunnen je heel goed verstaan. Bedankt. Ja, het is, we wensen je ook heel veel succes. Veel geluk. In store. Dankeschön. Ja, dankeschön. Ja, okay. Dankeschön. Ja. Oké. Okay. En voor DVS TV en de supporters, ja, met name vanwege hen heel veel succes dit seizoen. Gelukkig bedankt. Ik denk dat je ook wel een keer gaat invallen. Dat weet ik wel bijna wel zeker. Klaar. Veel plezier. Ja, moet ik zeggen dat hier, ik denk dat we gaan een potentieel de volgende jaar in tweede divisie spelen. Zo is dat. Oké. Okay. Houden we jou aan. Gelukkig bedankt. Okay, bedankt. Bedankt. Top.